Ja. Oké, we hebben vandaag een gesprek met Olaf van der Gaag. Hij is de directeur van de NVDE, de Vereniging van Duurzame Energie Nederland. En de reden, de aanleiding was dat ik met hem spreek, omdat jullie een onderzoek hebben gedaan naar hoe het met jullie leden gaat. Je hebt 6.000 leden die een groot gedeelte van de duurzame energie in Nederland vertegenwoordigen. En Olaf, kun je ons iets meer vertellen over dat onderzoek? En daarna gaan we praten over jouw vereniging en over de verschillende sectoren. Ja, wij hebben dat onderzoek 2 weken geleden gedaan om te zien wat is nou het effect van die coronacrisis voor de duurzame energiesector. En dat is best een zorgelijk beeld. Het zijn over het algemeen opgewekte mensen, opgewekte bedrijven die geloven in de toekomst. Maar die nu wel zien dat hun omzet flink daalt. Dus de helft van die bedrijven verwacht een omzetdaling van 20%. Een kwart van die bedrijven verwacht een omzetdaling van 40%. En sommige bedrijven die geven zelfs aan dat het nagenoeg helemaal stil is komen te liggen in hun markt. Dus dat is best ingrijpend. En dat is ook heel belangrijk om daar zo snel mogelijk met oplossingen voor te komen. Ja, nou ja, Nederland is daar aardig mee bezig om de vele honderden miljarden uit de kast te trekken. Dus de Nederlandse overheid die helpt ons daarheen. Dit komt eigenlijk in overeen. Dit is eigenlijk niet meer dramatisch dan zeg maar andere bedrijven op dit ogenblik. Hè? Dus als je kijkt. Ik denk dat dit representatief is voor heel veel sectoren op dit moment. Dus dat is logisch. Wat je wel bijvoorbeeld ziet is dat start-ups of scale-ups extra getroffen worden door de crisis. Die hebben natuurlijk sowieso veel minder spek op de botten om even een tegenslag te kunnen incasseren. Maar ook veel van de steunmaatregelen die de overheid heeft getroffen, die zijn juist voor scale-up start-ups niet zo goed toepasbaar. Mm-hmm. Dus dat is denk ik wel een specifieke doelgroep waar extra aandacht voor nodig is. En ja. Er zijn ook in de duurzame energiewereld, in de mobiliteitswereld, heel veel start-ups en scale-ups. Oké. Okay. Heb je nog meer details over dit gebeuren, dan over dit onderzoek? Ja, er zijn denk ik, als wij naar kijken, zijn er 2 grote clusters van problemen. Het eerste is dat grootschalige projecten stil komen te staan, omdat vergunningen niet doorgaan of omdat ze hun buitenlandse werknemers opeens moeten missen, omdat die in hun eigen land blijven en niet meer kunnen reizen. Dus dat zijn de grootschalige projecten, bijvoorbeeld windparken, zonneparken bouwen. Dat zijn eigenlijk de projecten waarvan wij denken die zouden redelijk snel weer aan de gang moeten kunnen komen, want de business case is goed en dat zijn stabiele partijen die dat uitvoeren. Het tweede cluster is de categorie vragenuitval en dat is een lastiger categorie. Dus er zijn heel veel mensen en bedrijven die best een elektrische auto willen kopen of die best hun huis willen verduurzamen. Alleen nu massaal denken laten we het nu maar even niet doen. En dat zie je ook in het MKB, in de industrie. De focus is nu op alles wat noodzakelijk is om de dag door te komen, zeg maar. Zowel privé als zakelijk. Ja. En het verduurzamen van je huizen, van je wagenpark, dat heeft dan net wat minder prioriteit. Dus daar zie je een enorme klap. Ja. En dat heeft economische gevolgen, heeft sociale gevolgen, want het gaat ook over heel veel banen. Maar het heeft natuurlijk ook gewoon gevolgen voor het tempo van de energietransitie. Ons doel is dat we over 30 jaar een 100% duurzame energievoorziening hebben. En het doel van het Nederlands Klimaatakkoord is dat we over 10 jaar de CO2-uitstoot gehalveerd hebben. En daar hebben we al die bedrijven keihard voor nodig. Dus als die nu inzakken, dan wordt het veel moeilijker om die doelen nog te kunnen halen. Ja, inzakken is één ding, maar omvallen en weggaan is natuurlijk een compleet andere ding. Even kijken, als we kijken naar de zonne-energiewereld, zeg maar. Dus we hebben China gehad. Dat is misschien een productieslamp, maar nu gaat het over installatie. Hoe ziet die sector eruit? Ja, inderdaad, sowieso 80% van de zonnepanelen die worden geïnstalleerd in Nederland komen uit China. Dus als die fabrieken in China stil liggen, dan heeft dat met enige doorlooptijd grote impact op Nederland. Nou lijkt het erop dat in China de industrie weer op gang aan het komen is. Dus de meeste bedrijven in de zonnesector denken nu dat die supply chain wel opgelost wordt. Dat is net goed gegaan. Ja, ze zijn alweer een paar weken uitgevallen, maar eigenlijk iedereen had gewoon voldoende voorraad. Ja. En alle fabrieken draaien weer 100% en ook de logistiek die draait weer als een trein. Ja. Dus hier, ik heb ook een aantal van die partijen van jou gesproken en dat viel reuze mee. Ja. Oké, dus dat lijkt wel goed te gaan. Dus het is ook nog zo, ze hebben op dit ogenblik nu, we hebben 7 gigawatt aan installed vermogen op zonnepanelen en er staat 10 gigawatt op de pijplijn om geïnstalleerd te worden. Dus 1,5 keer de huidige installed base. Dus
die markten, daar heb ik niet zo, niet zo veel, ja, ben ik niet zo bang voor eigenlijk. Nee, wat niet wat toevoeren betreft. Dat lijkt, als dat een maand langer had geduurd, dan hadden we een probleem gehad. Maar dat is net, lijkt erop dat dat net goed gaat. Ja, als we dan kijken naar de onze, waar ik natuurlijk een diepe liefde voor heb, voor de laadpalen van Nederland. Hoe gaat het daarmee? Ja, daar gaat nog wel een slag slechter. We zien natuurlijk massaal dat Nederland nu aan het thuiswerken is geslagen. Dat is ook heel goed voor de luchtkwaliteit in Nederland. De lucht is schoner. Dat draagt ook bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Ja. Er zitten allerlei positieve kanten aan. Alleen er is eigenlijk één sector die daar echt de dupe van is. En dat zijn de bedrijven die hun geld verdienen met elektrisch laden van elektrische auto's. Of dat nou snel of langzaam is. Want er is een enorme vragenuitval daar. Dus dat zit in de orde van 70% vragenuitval. Ja. Dus dat zijn harde klappen voor die bedrijven. Maar is dat zo? Want eigenlijk die hele laadpalenbusiness, daar verdient niemand nog een stuiver aan. Het enige wat ze allemaal doen, net zoals Fastnet, is gewoon het verminderen van het nieuwe stations bouwen. En daarmee kunnen ze de cashflow gewoon prima op peil houden. Nou ja, naast cashflow is het natuurlijk wel degelijk een probleem als je omzet met 70% afneemt. Dit zijn juist bedrijven die hopen daar vrij snel een omzetgroei mee te gaan maken. En nu zien ze opeens een enorme krimp van hun omzet. Mm-hmm. Dus dat doet wel degelijk pijn. En voor een deel zijn ook dit weer bedrijven waar die economische herstelmaatregelen niet goed voor werken. Dus voor grote energiebedrijven die laadservices aanbieden, werken de economische herstelmaatregelen over het algemeen redelijk. Maar hier zijn ook veel kleinere partijen, nieuwere partijen, zoals bijvoorbeeld Fastnet, waar dat economisch steunpakket niet goed voor matcht met hun bedrijf. Ah, en waarom is dat? Wat is dan? Want je kunt personeelskosten terugkrijgen, maar wat is dan hun probleem? Nou, dat is een breed probleem voor scale-ups. Een van de criteria voor veel steunmaatregelen is dat je wordt afgerekend op je omzetverlies. Maar scale-ups die zitten vaak in de fase dat ze hun omzet elk jaar proberen te verdubbelen of soms nog harder groeien dan dat. Dus eigenlijk zijn de omzetcijfers van vorig jaar niet zo relevant om te beoordelen hoe hard de schade voor een scale-up is. Voor gevestigde bedrijven is dat een goed criterium, maar voor een bedrijf dat elk jaar wil verdubbelen of verviervoudigen, klopt het lijntje dan niet. Ja, oké. Okay. Ja, dat is inderdaad, als je inderdaad elk jaar verdubbelt, dan moet je niet op de omzet. Ja, en vaak zijn ze ook het verlies van vorig jaar. Het gaat vaak over verliezen, want daar wordt nog heel veel, er wordt helemaal geen geld verdiend. Ja. Dus dan is dat moeilijk om aan te tonen, zeg maar. Exact, ja. Jullie hebben ook leden, geloof ik, in de... je hebt twee autoleden, dus je hebt Tesla als lid. Hoe gaat het daarmee? Ja, ook erg slecht. Tesla heeft in Nederland vorig jaar een enorme eindejaarspurt gehad door de bijtellingsregeling. Maar op dit moment zit een bedrijf als Tesla ook aan twee kanten klem. Aan de ene kant hebben zij problemen met de levering van elektrische auto's. Dat zijn ook allemaal wereldwijde ketens. Dus als er ergens in die keten een land niet kan leveren, dan zakt de hele keten aan de leveringskant in. En aan de andere kant zie je ook dat de vraag naar nieuwe auto's en ook zeker naar nieuwe elektrische auto's erg inzakt. Okay. Dus die cijfer, het is allemaal nog pril, hè? Dus wij gaan dit onderzoek eind april herhalen. En dan verwachten we dat we hardere cijfers hebben en ook iets beter kunnen inschatten wat nou een blijvend effect is en wat een tijdelijke strubbeling is. Ja. Maar dan zullen we ook die verkoopcijfers van elektrische auto's beter kunnen meten. Oké, okay. Als we dan even dan, kijken, dan zei je van die mismatch met die laad, met scale-ups, zeg maar. Zijn er nog meer, hoe is de scale-up nog meer met jou, met jouw leden? De supportmaatregelen en wat jouw leden nodig hebben? Ja, wij hebben inderdaad een aparte categorie van start-up en scale-up leden. Die mogen voor een hele lage contributie lid zijn, omdat we ook graag die stem van duurzame start-ups willen laten horen. Een ander issue waar veel start-ups, scale-ups mee worstelen is de vraag hoe ze hun bedrijf gefinancierd krijgen. Dus in de echte start-up fase is Nederland een redelijk vriendelijk land. Er zijn veel budgetten beschikbaar waarmee je een eerste start kunt maken met je bedrijf. Maar de vervolgfase, de scale-up fase, die is in Nederland moeilijk financierbaar. En dat heeft er deels mee te maken dat financiers dit soort bedrijven als risicovol ervaren. En voor een ander deel heeft het soms mee te maken dat financiers vooral zijn ingericht op hele grote financieringen. Dus van tientallen of zelfs honderden miljoenen in één keer.
Ja. Die duurzame energietransitie en die duurzame mobiliteitswereld. Dat gaat heel vaak over projecten, bedrijven die een paar ton of misschien een paar miljoen nodig hebben. Dus die combinatie van kleinschaligheid en innovatie / risicoperceptie, die maakt het moeilijk om dit soort bedrijven te financieren. Dus dat is ja, ook echt maar dat zijn dan de kleine leden. Hè? Van, ja. Even over die vereniging van duurzame energie. Jullie zijn een koepelorganisatie. Hoeveel van die koepels zijn aangesloten? Wij hebben zo'n 10 koepelorganisaties die een specifieke techniek organiseren. Dus de zonne-energie in Nederland heeft een eigen vereniging. Windenergie, bodemenergie, warmtepompen, et cetera. En daar hebben we er 10 van. En wij hebben een stuk of 75 directe leden van de NVDE. Ja, dat zijn dan niet directe kleintjes, zeg maar. Dat zijn wat grotere bedrijven. De Allianders van deze wereld en zo. Ja, en ASM Bank, ja. Deloitte. Dat zijn niet de kleine dingen. En waarom is dan zo'n bedrijf als Deloitte of zo, waarom is die lid, zeg maar, als consultancybedrijf? Voor iedereen geldt dat ze het met ons eens zijn dat onze energievoorziening over 30 jaar tijd 100% duurzaam moet zijn. Dus dat is iets wat zij willen ondersteunen. En in de tweede plaats is het doel van onze vereniging dat wij heel veel soorten bedrijven tegelijkertijd laten samenwerken aan die oplossingen voor een duurzame energievoorziening. En daar willen ook dat soort bedrijven graag onderdeel van zijn. Ja. Dus het is voor hun een manier om hun stem te laten horen, maar het is ook een manier om goede samenwerking met andere partijen te hebben. Ja. Wat doen jullie als vereniging dan vooral? Wij lopen veel heen en weer tussen onze leden en Den Haag. Dus als mensen bij ons solliciteren, zeg ik dat ook vaak. Ga ervan uit dat je de helft van je tijd besteedt aan het goed in kaart brengen van de opvattingen en de issues van onze leden. Dus we hebben 15 werkgroepen en commissies. Waarmee we met onze leden tot standpunten en tot strategieën komen. En de andere helft van de tijd gebruiken we om dat uit te dragen en in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld aan de klimaattafels van het Klimaatakkoord. Op hoorzittingen in de Tweede Kamer. In overleg met gemeenten, provincies, milieuorganisaties, andere sectoren. Mm-hmm. Dus echt een lobby- en public affairs organisatie. Ja, en die worden gewoon betaald door de leden, zeg maar. Ja, wij worden 100% betaald uit contributies. Kijk eens aan. Feiten en kosten en baten. De feiten. Ja, prachtig. Ja. Nou, dit is inderdaad een hele tijd geleden. Lijkt dat uit een vorig leven eigenlijk gewoon nog deze. Ja. Dit is in de heetste momenten van de onderhandeling over het klimaatakkoord. Toen gingen er zoveel onzinbeweringen over elektrische auto's door de lucht. In de media, in de Tweede Kamer. Ja. Wij met onder andere de Vereniging Elektrische Rijders samen een factsheet gemaakt om iedereen die geïnteresseerd is in feiten te helpen aan wat feiten. Daar was dit het resultaat van. Ik herken de discussie inderdaad, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Ja, dus hoeveel aandacht is er nog voor het klimaat? Nu gaat er 100, we zaten enorm te stoeien over een paar honderd miljoen hier en een paar honderd miljoen daar. En nu gaat het opeens over honderden miljarden euro's. De lucht is schoon. Ja. En nu moet de luchtvaart gered worden en de bestaande grote energieslurpers die moeten gered worden. Hoe zijn jullie nu aan het lobbyen in Den Haag? Ja, wij denken dat het heel belangrijk is om goed na te denken hoe we op een groene manier uit deze crisis gaan komen. In 2008 was er een kredietcrisis waar het hele financiële stelsel door zijn hoeven zakte. Toen zijn er ook allerlei economische herstelpakketten doorgevoerd. Maar daar is eigenlijk nagenoeg niet gekeken naar wat betekent dat dan voor de energietransitie, voor het klimaatprobleem. Ja. Daar moeten we... Gouden kans om eigenlijk klimaat tafel 2.0 zeg maar neer te zetten. Ja. Nou ja, ik denk dat überhaupt het feit dat we nu een klimaatakkoord hebben al heel erg helpt. In 2013 is er een energieakkoord afgesloten in Nederland. Dat is eigenlijk voor het eerst dat er systematisch werd gewerkt aan de verduurzaming van het energiesysteem. Eigenlijk had dat energieakkoord het antwoord op de kredietcrisis moeten zijn. Dat had niet in 2013, maar had in 2009 gesloten moeten worden. Ja, maar wat gaan we nu dan doen in de versnelling van... Nu op dit ogenblik wordt er echt gewoon, de portemonnee wordt gigantisch opengetrokken en alle maatregelen kunnen. Wat zijn de 3 dingen die nu moeten gebeuren eigenlijk, in plaats van wat er nu gebeurt eigenlijk, is steun aan de bestaande wereld? Ik denk dat we in de eerste plaats de doelstellingen van het klimaatakkoord overeind moeten houden. Want het wordt een heel stuk moeilijker, die energietransitie, als olie en gas zo goedkoop zijn als ze nu zijn geworden. En ook als de Europese emissieprijs zo laag is als die nu is.
Dus we moeten in de eerste plaats zorgen dat we al die doelstellingen gaan halen. En dat we ook al die bedrijven in leven houden die nodig zijn om die doelen te halen. Maar hoe moet het anders dan wat ze nu op dit ogenblik doen? Zijn jullie al een pakketje aan het maken van jongens, we hebben een alternatief pakket en hier, dit kost 100 miljard euro en dat moet op die en die manier besteed worden? Want dan zouden die werkgroepen wel goed via Zoom nu mee bezig kunnen zijn, om dat soort plannen te maken. Wanneer kunnen we de eerste plannen verwachten? En worden die nu gemaakt? Ja, daar zijn we zeker mee bezig. En we zijn nu heel erg gericht op de korte termijn. Dus wat is op de echte op termijn van weken nodig om te zorgen dat deze bedrijven door kunnen gaan. Dus wat heel belangrijk is dat gemeenten en provincies snel zorgen dat er weer vergunningen komen. Bijvoorbeeld voor het bouwen van snellaadstations of een windpark of een zonnepark. Wat ook heel belangrijk is dat als bedrijven vertragingen oplopen, hun subsidie ook langer geldig blijft. Dat is ook typisch iets wat op de korte termijn nodig is. Ja. En als derde korte termijn maatregel is denk ik nuttig om te zorgen dat er kredieten beschikbaar zijn. Deels voor bedrijven in onze sector om door te kunnen, maar ook deels voor onze klanten die nu een beetje koudwatervrees krijgen van ga ik die duurzame investering wel doen. De overheid kan met zachte kredieten helpen zorgen dat dat kwartje net de goede kant op valt. Ja, nou dan ben je vandaag weer op je wenken bediend. Hè? Dat was weer 12 miljard is er weer uitgetrokken. Echt gewoon van alles wat aan nieuwe kredieten van het kabinet. Dus alles wat moeilijk was. Dus eigenlijk never spoil a bad crisis. De korte termijn probeert overeind te houden. Maar wat is nu jullie strategische visie? Nu is de kans om te zeggen van joh, al die honderden miljarden die er nu gewoon besteed worden, die moeten nu die richting uit gestimuleerd worden. En niet de bestaande wereld. En dat zou dan nu een zorgvuldige lobby betekenen. Klopt. Nee, dus in de eerste plaats staat daar voor uitvoering van dat klimaatakkoord voorop. Want als we dat doen, dan zitten we op het goede pad als Nederland. In de tweede plaats zijn wij heel erg voor de Green Deal, waar Timmermans en Diederik Samson nu in Europa hard aan het werken. Want als je dit met Europa aanpakt, dan is dat het allersterkste antwoord op de coronacrisis. Hmm. Wij steunen zeer het idee van een Europese Green Deal. En een van onze lievelingselementen daarin is dat in heel Europa er een hogere CO2-prijs gaat gelden. Dat we aan de grens van Europa op import ook diezelfde CO2-heffing toepassen. Zodat je niet het Europese bedrijfsleven kapot maakt en Amerikaanse of Chinese bedrijven er met de buit van doorgaan. Oh ja. Dus dat is het. Nou ja, dat is onze tweede prioriteit. Is dat al eens een keer ergens gebeurd? Dat je gewoon berekent hoeveel CO2 er in een apparaat zit. En dat je dan kijkt wat de prijs is van de CO2-belasting in land A en land B. Mijn god, ik moet dan denken wat voor nachtmerrie dat is om dat te gaan berekenen. Laat staan om dat op een gegeven moment te gaan handhaven. Maar ik kan me wel voorstellen dat jullie ermee bezig zijn. Is dat al ergens gebeurd? De CE Delft, een onderzoeksbureau uit Delft, die heeft vorig jaar zo'n idee uitgewerkt. En die zijn dit nu ook verder aan het uitwerken van hoe zou je dat nou moeten doen. En er zijn zoveel data wereldwijd beschikbaar dat zij denken dat het kan. En je moet zoiets natuurlijk dan ook stapsgewijs doen, denk ik. Dus waar zij nu bijvoorbeeld naar kijken is hoe je 2 of 3 sectoren, zoals bijvoorbeeld de staalindustrie, waar dit heel erg speelt, als eerste zou kunnen gebruiken. Dus je hoeft het ook niet per definitie voor de hele breedte van de volledige economie te doen. Je kunt ook beginnen met 2 of 3 sectoren die high impact zijn en relatief nog goed in kaart te brengen. Wauw. Nou, ik zie al Trump en ik zie al China. Ik zie al helemaal gewoon hoe iedereen daar helemaal uit zijn dak gaat. Maar never spoil good crisis. En wat dat betreft ook een beetje ruzie maken. Dat mag ook heel duidelijk. Nou, ik ben heel benieuwd naar hoe het gaat eind april. En of er dan ook al een beetje een strategisch plan ligt om die vele honderden miljarden en triljarden in Europa te gaan besteden. Dus dankjewel. Zo duur is het trouwens niet. Wij kunnen met een paar miljard al heel veel. Maar kijk, er worden nu op dit ogenblik worden er gewoon 150 miljard uit de kas getrokken om deze crisis te overleven. Ja. Dat kun je besteden door de bestaande wereld gewoon door te financieren en alles wat ze aan omzet niet krijgen weer te compenseren. Maar dan, je zou ook kunnen zeggen van nou, we gaan er nu wat aan de randvoorwaarden, gaan we er wat groen aanhangen. Nou, dat geeft natuurlijk Nederland een gigantische discussie. Binnen Europa al helemaal. En tussen China en Amerika en Europa ook. Maar ik ben gewoon benieuwd waar jullie mee komen. Ik bedoel, als ik zo'n vereniging was als jullie, zou ik daar mee komen. En dan zou ik die werkgroepen daar de opdracht voor geven. Ja. En alleen maar het klimaatakkoord uitvoeren vind ik nogal een beetje. Dan maak je toch te weinig gebruik van de crisis. Maar ik snap ook dat de korte termijn belangrijk is. Dus ik wens je daar heel veel succes mee. En dan kom ik eind april bij het nieuwe onderzoek, kom ik er even bij terug.
Dat is goed. Tot dan. Oké, dankjewel.